Er is veel ongeloof geweest rond het COVID-19-virus. En dit ongeloof is gevoed zonder dat de samenleving daarbij heeft stilgestaan. Dit zegt Robbie Rijssel, directeur van het Kennis- en Expertisecentrum Suriname, KES. Dit komt volgens Rijssel omdat Suriname met twee extreme zaken te maken had in een periode, namelijk de verkiezingen en COVID-pandemie. Dit ongeloof heeft zijn weerslag gehad op hoe wij hebben gereageerd op het virus. Niemand heeft zich ooit afgevraagd wat is de impact geweest van de hele verkiezing op de hele informatiesituatie rond COVID. Ja. We kijken allemaal wat COVID heeft gehad als consequentie voor daarvoor. Ja. Maar verkiezingen, het kiezen van een nieuw bestuur is een bepaalde impact in het land zelf. En die heeft ook zijn tol laten betalen als het gaat om hoe we zijn omgegaan met deze situatie. Verslappen, maar om ik denk, wil je hebben dat mensen zich gaan houden, informatie, dan moet er ook geloof zijn. Er moet geloof zijn van, oh ja, wat er nu aan de hand is, is iets dat ons allemaal kan treffen. Maar tegelijkertijd dat we dat moeten geloven, hebben we iets van lessen, we willen een nieuwe regering hebben, we willen dit hebben, we willen andere dingen. We willen maatschappelijk iets anders hebben, terwijl ons steeds gezegd wordt gezondheid, gezondheid, gezondheid. Ja. En die twee dingen hebben, en ik in mijn visie, als ik doordenk, dat, ja, het heeft wel een bepaalde impact gehad van hoe wij als Surinamers zijn omgegaan met dit heel gebeuren. Rijssel zegt dat er weinig aandacht is besteed aan het hoe-verhaal. Hoe wij zaken moeten aanpakken met betrekking tot dit zeer besmettelijke virus. Hij vindt dat de overheid hierbij brokken heeft gemaakt. Die mensen moet veranderen en de mensen moet die mindset hebben om te weten van ik moet nu veranderen. En wat doe ik als bestuurder, overheid, leidinggever om die mindset van de burger te veranderen in deze. Dat die zegt van wacht even, een mino kan go door of zo varen. Ik moet het anders aanpakken. We hebben dat in mindere mate gehad, omdat wij gegeven moment, daarom zeg ik dat die twee dingen hebben gespeeld, op een gegeven moment voelden wij gewoon een beknotting. En die beknotting heeft toegeleid tot ongehoorzaamheid, zich niet willen houden aan die gezondheidsmaatregelen die er waren. Dat is het gevolg geweest. Ja. Robbie Rijssel, directeur van Kennis- en Expertisecentrum Suriname. Hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.